Geboren worden in deze moderne tijd wil niet zeggen dat slavernij geen invloed op jou heeft, stelt Ruth Juruya van stichting Rainy Colors Foundation in gesprek met de nieuwsdienst. Jongeren kregen tijdens een workshop gisteren de gelegenheid om op een creatieve manier van gedachten te wisselen over de invloed van culturele achtergronden en het slavernijverleden. Juruya stelt dat het goed is dat jongeren praten over zaken die zich in het verleden hebben voltrokken. Zeker geschiedenis, maar de vraag is, is jouw verleden jouw toekomst? Wat doe je ermee en hoe gaan we verder? Als je weet van waar je komt of wat een deel uitmaakt van jouw geschiedenis, hoe ga je daarmee verder? Als je dan bewust bent over jezelf, je verleden, het kan zijn dat veel mensen denken van ja, ik kom toch niet uit die tijd, want ik ben in zo'n tijd geboren. Dat wil niet zeggen dat er geen invloed, dat het geen invloed op jou heeft gehad. Dus we hebben het hier ook over dingen die overgaan van generatie op generatie. Dat hebben we met ze besproken. We willen het niet in hun gezicht wrijven, dus we hebben een ander approach gehad van door hun te leren kennen. Waar zijn ze nu? Wie zijn ze? Heb je naar zoiets gekeken? Hoe kijk je hiernaar? Juruya geeft verder aan dat jongeren soms met emoties zitten, maar er niet over praten, terwijl ze niet eens weten dat het een dieper liggende oorzaak heeft uit het verre verleden. Je hoeft niet te blijven bij verbale communicatie. Weet je, iedereen heeft een manier nodig to express themselves. En soms zitten we met emoties waarvan we niet eens weten dat het van zo'n plek komt. Maar als we erover praten en eigenlijk dieper erop ingaan en gaan onderzoeken, dan zie je van, oh, wacht even, ik hoef hier niet mee verder. En vandaar, en daar komt dat stukje van expressie, creatieve expressie, bij kijken. Bij deze workshop namen 40 jongeren uit de districten Paramaribo en Wanica deel. Stichting Rainy Colors Foundation werkt hierbij samen met Stichting Muziekeducatie Lelydorp en Omgeving en Stichting Raconto.